Het boekenpretproject is een landelijk project en een leesbevorderingsproject. En het is bewezen dat als kinderen op meer plaatsen in aanraking komen met boekjes, dat ze dan sneller naar boeken grijpen. En dat ze dan ook makkelijker het verband leggen tussen dingen die ze op plaatjes zien en de taal die erbij hoort. En al sinds 1991 is dat in Nederland in gebruik en nog steeds is het overal sprankelend. Vanaf 2004 waren er op de kleuterspeelzalen al boekenkisten aanwezig. Maar daar hadden we zeg maar maximaal 20 exemplaren. En daar maakten dus voornamelijk de kleuterspeelzalen gebruik van. Maar wat is nu leuker als iedereen er gebruik van kan maken? Alle kinderopvangorganisaties in heel Barendrecht. Het boekenkistproject is aangepast naar boekenpretnormen en eisen. En dat hebben we gezamenlijk met de bibliotheek hebben we daar een plan voor opgesteld. En uiteindelijk is dat plan goedgekeurd en hebben we een behoorlijke subsidie gekregen om dit project op te starten en uit te voeren. Coördinator van de boekenpret. Dus de verschillende locaties die geven bij mij aan welke kist ze graag willen afnemen qua boekenpretkist. Ik maak dan een afspraak met de locatie om de kist te brengen. Verzorg ook de inhoud. Klopt die inderdaad ook nog? Want kunnen dus boeken kapot gaan. Dan verzorg ik voor de vervanging daarvan. En dat geldt ook voor het spelmateriaal. Boekenpret zijn eigenlijk twee kisten en in deze kisten zitten 35 stuks van één en hetzelfde boek. Daarbij zitten er nog rondom dat thema 5 à 6 verschillende prentenboeken en met ook nog spel en andere materialen. We gaan hem altijd eventjes, als ik de kist heb gebracht, even doornemen. Er zit ook een handleiding in de map, hoe je het verhaal eventueel kunt lezen en wat je met de kinderen kunt doen. Maar natuurlijk kunnen de pedagogisch medewerkers daar ook heel erg goed zelf mee aan de slag. Want die kennen uiteraard de groep kinderen en wat er van hun eigenlijk misschien speelt of voor hun leuk is om te doen. En wat ziet Uvienne? Wat zie jij nog meer? Krokodilplaatje. Een krokodil, inderdaad. En daar gaat het boekje dus over. Dat komt ervan als je niet genoeg gegeten hebt. Een fris bad zal me goed doen. De kleine krokodil. En hij loopt naar de rivier. Kijk maar op het zee. Hij laat die lekkere taart laten staan. En dan gaat hij helemaal alleen naar de rivier toe. In de kist. Daar zit ook een brief bij om ouders uit te nodigen op een bepaalde ochtend of middag. Wat dus voor de locatie maar werkt en prettig is. Je gaat dan het boek aan de ouders en aan alle kinderen ga je voorlezen. Zodat de ouders ook een beetje een indruk krijgen van het geheel ook. De ouders die krijgen op dat moment krijgen ze een tasje mee met het boekje erin mee naar huis. Dat is voor 1 week. En dan kunnen ze thuis samen met het kind ook het boek gaan lezen en voorlezen. En na 1 week dan leveren ze het boek weer in. Maar het wordt helemaal door de pedagogisch medewerker afgetekend welk boek aan welk kind is meegegeven. Zodat je ook weet als je boek nummer 5 nog niet binnen hebt na 1 week, welk kind het eventueel nog thuis heeft. Ja, het kan dus inderdaad zijn dat je aan de kinderen merkt, die hebben het boek meegenomen, maar wordt het ook daadwerkelijk thuis voorgelezen, hebben ze thuis iets meegedaan. En dat kan je dus soms merken. Vaak herkenning natuurlijk ook van het boek, of ze gaan al bepaalde woorden voorzeggen terwijl je aan het voorlezen bent. Nou, wat we heel erg belangrijk vinden binnen het project is natuurlijk wat de ouders ervan vinden. Hè? Dus ik wil heel graag dat pedagogische medewerkers aan de ouders vragen of ze evaluatieformulieren willen invullen, zodat wij ook weer zeg maar een motief hebben of een reden hebben om volgend jaar weer een subsidie aan te vragen om kapotte boeken weer zeg maar opnieuw te kunnen kopen of weer om een nieuwe kist te maken.
We zitten dus nu in de bibliotheek Karnisse Landen. En achter mij heb je het peuterhok. Dat is de ruimte waarin alle prentenboeken staan. En het is zo leuk dat je ouders die je ook ziet op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, even later weer tegenkomt in de bibliotheek, in deze bibliotheek of in Barendrecht in de bibliotheek aan de Middenbaan. Want dan zie je dat er ook echt voorgelezen wordt en hoe leuk boeken kunnen zijn voor kinderen. Ja, dit is een heel leuk project. Ik ben er gewoon helemaal van overtuigd dat pedagogische medewerkers op de vloer er heel veel aan zullen hebben. En heel enthousiast raken als ze het allemaal zien. En wat de inhoud is en wat ze ermee kunnen doen op de groepen. Doei!